De positieve identiteit van Suriname is niet een zaak die alleen de regering van het land regardeert. Dit benadrukte minister Ildis Polakbili van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Ze reageert hiermee op eerdere uitspraken van assembleeleden die vinden dat Suriname in plaats van de voedselschuur een drugsschuur is geworden. Daarnaast is met name de oppositie niet tevreden over het buitenlands beleid van de regering. Polakbili zegt dat iedere burger van het land Suriname op een positieve manier moet uitdragen. Ze riep het parlement op alle negatieve uitlatingen over Suriname achterwege te laten. We zullen de Surinaamse identiteit moeten creëren waarachter elke rechtgeaarde Surinamer zich zal scharen. Eigenlijk zal kunnen scharen. En u en ik zijn daarbij instrumenteel. Dus laten we het tenminste eens worden over het feit dat elke Surinamer, waar ook ter wereld, met zich meedraagt de nobele taak. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen de ambassadorabele taak. Tot het positief uitdragen van de Republiek Suriname op basis van de volgende uitgangspunten. En ik noem 1. Suriname is een land in ontwikkeling met bijzonder groot potentieel waarbij ruimte voor verdere diversificatie door onszelf ter hand moet worden genomen. Ten tweede, het Surinaamse belang, en ik benadruk het Surinaamse belang, altijd zal moeten prevaleren in de ambitie tot groei en duurzame ontwikkeling. Polakbili zei verder dat de voedselschuurgedachte nog steeds wordt gedragen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze stelt dat dit plan, anders dan de oppositie beweert, wel gerealiseerd kan worden. De bewindsvrouw heeft die overtuiging omdat volgens haar er een aantal landen in de regio is dat dit idee wil ondersteunen. Anderzijds blijft ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zich inzetten voor de realisatie van de voedselschuurgedachte, aangezien, meneer de voorzitter, er vele internationale partners zijn die de potentie van Suriname onderkennen en daarom ons op basis van wederzijds voordeel bij de realisatie hiervan wensen bij te staan. De minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polakbili, gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. De bewindsvrouw vindt dat iedere burger het land op een positieve manier moet uitdragen naar de buitenwereld toe.